Dag kijkers, we willen niet zeuren, maar kan er iemand de stiefmoederlijke behandeling van Limburg door het Spoor en de NMBS stoppen? Volgens de Socialistische Vakbond van het Spoor gaat de afbouw van het Limburgse Spoor onverminderd voort. Of is er door de zesde staatshervorming plots beterschap op komst? Volgens Raf ter Winge, fractieleider van de CD&V in de Kamer, wel. Hij is burgemeester in het Maasland, een regio waar helemaal geen treinen rijden. Even terug naar 2003, toen onze politici nog een missie hadden. Een tijdje geleden had ik gevraagd, Jan, doe er iets aan dat mensen in Limburg wat langer kunnen slapen en dat ze s'avonds wat vroeger thuis zijn. Look at me, I'm a train on a track, I'm a train, yeah. Hoe is de stand van zaken? Tegen 2006, 10 december om heel juist te zijn, gaat de reistijd naar Brussel in plaats van nu bijna 80 minuten naar 48 minuten, zeg maar drie kwartier zijn. Dus dat is eigenlijk per dag een uur winst. Look at me, I'm going somewhere, I'm a train, yeah. 300.000 Limburgers die in het Maasland verstoken blijven van spoor, kan dat nog anno 2013? Het belangrijkste is dat ook de Maaslanders aansluiting krijgen met het openbaar vervoer. Of dat nu echt via het spoor moet gebeuren is iets anders. En ik denk dat daar echt Spartacus, tot daar moet op ingezet worden voor het Maasland. Met lijn 1 richting Laanaken en Maastricht. Maar ook zeker lijn 2 over Genk naar Maasmechelen toe, naar Maasmechelen Village. Wij willen eigenlijk een eenheid. We willen zorgen dat wij eigenlijk mensen hebben die kunnen beslissen. En niet dat men eerst aan elkaar nog moet gaan vragen. Wat moet er gedaan worden? Een bedrijf kan maar goed functioneren als daar één duidelijke verantwoordelijke voor is. Ja, dus moet men terug naar een NMBS met één baas die verantwoordelijk is voor alles. Limburg wordt stiefmoedelijk behandeld door het spoor. Bent u het daarmee eens? Ja, het is zo dat inderdaad op dit ogenblik geen echte grote projecten voorzien zijn, blijkbaar in de visie van het NMBS. Maar ik denk dat daar de zesde staatshervorming, die ook door de CD&V zo hard wordt aangetrokken, de mogelijkheid gaat geven om de gewesten, dus ook Vlaanderen, in de NMBS te laten infiltreren. En als we dan door die infiltratie in de NMBS de strategische spoorwegnota die Hilde Krivits klaar heeft over Limburg ook, over Vlaanderen, maar ook over Limburg, op die manier kunnen implementeren, dan kunnen Vlaamse gelden door de Vlaamse regering in de volgende legislatuur worden eigenlijk bestemd om in Limburg ook voor de uitbreiding van het spoor te gaan zorgen. Bijvoorbeeld de lijn 18 die naar het noorden kan lopen. Ik heb deze morgen voor de eerste keer de trein gebruikt. Ja. Het ging heel vlot. Wat vooral belangrijk is in Limburg is dat we aan één koor trekken over de partijen heen in Limburg. Dus de CD&V zegt heel duidelijk, even geduld hebben, het komt goed. Het is zelfs zo dat er zelfs nu mogelijkheden zijn die er misschien in het verleden niet waren. Nogmaals, die zesde staatshervorming geeft ons de kans om vanuit Vlaanderen ook te gaan wegen op het spoorwegbeleid. Dat is voor het eerst dat het gaat gebeuren na die grote staatshervorming. En nogmaals, de strategie en de strategische nota die goedgekeurd is door het Vlaams parlement van Hilde Krivits, die laat de mogelijkheid om te ontwikkelen in Limburg en een aantal lijnen daar prioritair met Vlaamse gelden op het spoorwegnetwerk toch te gaan prioritair gaan te ontwikkelen. Ja, tijd voor een spoordebat met Steven van de Put. Dat is de spoorspecialist van de N-VA. De laatste dagen in het nieuws ook in Nederland met de commissie rond de Vira. En aan de andere kant Jos Dinieff, oud-voorzitter van ACOD Spoor, een bekend figuur. En er volgt nog altijd uiteraard de gang van zaken bij de NMBS. Heren, mag ik de stelling even opwerpen? Limburg wordt stiefmoedelijk behandeld door het spoor. Daar zijn we het over eens? Absoluut. Ik denk het wel. Ja, ik heb berekend dat op basis van het nieuwe spoorinvesteringsdossier dat Limburg zo 1% krijgen van hetgeen wat toewijsbaar is in het totale pakket. 1%. En dat kan natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Je moet ook kijken, we zijn hier al 30 jaar bezig met hetzelfde klaaglied. En er worden altijd maar zaken vooropgesteld die moeten gerealiseerd worden. Wat zien we nu weer? Dat in plaats van Limburg uit te bouwen, zoals Stefan Tjolijn terecht aangeklaagd heeft in zijn krantartikel in de week,
gaat men het aanbod afbouwen. Bijvoorbeeld naar Antwerpen, die rechtstreekse verbinding gaat weg. Onze rechtstreekse verbinding met Brussel, die om het uur beloofd was al in december van vorig jaar, ja, die wordt voor zich opgeschoven en dergelijke meer. Ik denk dus dat we daar echt problemen hebben, hoor. Ja, hoe moeten we dit oplossen? Wat is de oplossing, Steven van de Put? Wel, ik denk inderdaad, zoals meneer Twingen aanhaalt, dat een verregaande splitsing van het spoor eigenlijk de enige echte oplossing is om iets te kunnen doen. Gaat die er nu ook echt komen door die zes staatsvormen? Dat wil ik nog allemaal zien natuurlijk, hè, want men kan wel een bevoegdheid krijgen, maar zonder de middelen is dat natuurlijk een lege doos. Als we kijken naar het spoorwegsinvesteringsplan vandaag wat voor ligt, dan is het ook zo dat normaal dat plan, voordat het gepresenteerd wordt, dat het besproken moet worden met de verschillende gewesten. Dat ook Wallonië, Vlaanderen, Brussel kunnen aangeven. Dat zijn onze wensen. Wel, dat gesprek moet nog altijd plaatsvinden. Maar ondertussen gaat iedereen er wel vanuit dat het investeringsplan verworven is. Ja. Ik wil dat toch duidelijk in zijn. Een splitsing van het spoor, dat is quasi iets wat onmogelijk is. Daar bent u ook tegen? Ik ben daar tegen. Ik heb geen probleem dat Vlaanderen zou met eigen middelen sommige projecten bespoedigen. Ja, sommige projecten eerder laten uitvoeren. Maar een splitsing van het spoor, dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk, maar de problemen die dat met zich mee kan brengen, die zijn niet overzien. Wat we vandaag vaststellen, en we hebben vandaag ook nog of gisteren in de krant kunnen lezen over een Thalys-trein die daar leeg rijdt en die heel veel geld kost. Dat is het gevolg van de befaamde wafelijzerpolitiek in België. En het is zo dat als wij zeggen in Vlaanderen bijvoorbeeld, we willen die lijn 18 terug gaan uitbreiden, dat men moet gaan kijken aan de andere kant van de taalgrens om daar ook iets te doen. Het probleem is natuurlijk altijd dat je ook moet kijken naar wat wil de markt, wat kan de markt, wat kan de markt ook aan. En gaat hetgeen wat we daar gaan installeren ook gebruikt worden? Ja. En in Vlaanderen is natuurlijk met een pak meer inwoners en een denser net meer kans om ook succesvol dingen bij te bouwen. Maar dat moeten de Walen aan verstand brengen, natuurlijk. Maar er is toch nog iets anders aan de hand. Allee, ik ben het akkoord met meneer Van de Put, dus over die Thalys die leeg rijdt in Vlaanderen en in Wallonië. Ja, die kost 1,7 miljoen per jaar, is leeg en wij hebben hier niks in Limburg. Goed, wij hebben niks in Limburg, ik ben het daarmee eens. Maar van de andere kant toont dat ook de zwakte van het beleid van de NMBS aan. Mm-hmm. Ja? Dus als je bespaart, als je gaat mensen vroeger laten treinen afschaffen, als je gaat de station sluiten en je gaat op hetzelfde ogenblik treinen rijden die meer dan 1 miljoen euro per jaar kosten, dan heb je dus een probleem wat je management betreft. En dat moet toch ook eens duidelijk gesteld worden. Ik denk dat we daar wel moeten opletten, want nu specifiek die Thalys is een politieke keuze. Het is steun vooral aan de Franstalige zijde. Het is steun aan de trein die gevraagd is tussen Bergen en verder door. Ja. En daarom heeft men ook gezegd, maar we zullen dan ook voor meneer Van de Lanotte naar Oostende niet subsidiëren. U bent tegen de splitsing, maar wat is uw remedie dan voor het spoor en specifiek ook voor Limburg? Wel, kijk, dat is dus heel simpel. Limburg is het centrumstad, net als Bruggen en Gent en Leuven en Antwerpen. En ik stel dus gewoon vast dat het voor Limburg altijd een beetje minder is. Ja? Dus de directe verbindingen blijven, de snelle verbindingen blijven uit. Ook op gebied, zoals Tjolijn ook zei in zijn artikel in de krant, op gebied van veiligheid van het station. Daar blijven we achterwege. Nu hebben we weer een stelplaats waar ze aan begonnen zijn. Ja, die werken worden plots stilgelegd. Ja, ik stel me daar samen met Stefan en gans de ACOD stel ik me daar vragen over. Ja, dat staat in het Zalk, die tractiewerkplaats. Daar gaat blijkbaar niks van hun huis komen. Dat is niet waar natuurlijk. Hè. Je moet altijd opletten als je zo'n dossier is. Nu, meneer Denijf heeft misschien meer informatie dan ik. Als ik het investeringsplan van vandaag bekijk, dan staat daarin dat de werkzaamheden die nu bijna afgerond zijn in 2013 moesten gebeuren, dat 2014 de bouw zou gebeuren, installatie en technieken. Ja. 2015 de sporen zouden gaan aangelegd worden. En vanaf 2016 die tractiewerkplaats ter beschikking zou zijn voor onderhoud van het hele M6 motorrijtuiggestel. Ja. Dus voor mij loopt dat vandaag nog altijd nu. Ik heb gelezen in de krant wat ik gelezen heb. En ik heb onmiddellijk een vraag opgesteld aan minister Labbé, de bevoegde minister, om te vragen naar een stand van zaken of dat de informatie die dus de ACOD hier aanbrengt, of die correct is. Maar kijk, het gevaar in die dossier is altijd, ze worden dus stopgezet op dit ogenblik wegens ziekte van een architect. Wegens ziekte van een architect. Allee, ik vind dat een dwaze reden. Maar het geld is gewoon op misschien bij de NMBS. Nee, maar, virtueel is de NMBS ook failliet. Nee, maar mijn angsten die gaan altijd uit vanaf het ogenblik dat men projecten begint stil te leggen. Ja? Dan moet men dat wel. Wat voor die projecten voorzien was, moet men die op een andere plaats gaan doen. En vanaf het moment dat ze daar die werken aan doen zijn om ze dan terug te krijgen waar ze moeten zijn, dat is het grote gevaar dat in dit dossier staat. Ik ga een heikel punt aanhalen. De greep van de vakbonden op het spoor is nogal groot. Ik vind van niet.
Ik vind dus dat vakbonden doen hun werk. En ik weet waaraan u, dat u refereert. Het was nog in de inleiding van uw programma over die structuren. Ik blijf nu nog zeggen, en meneer Van de Put moet daar bij mij eens zijn. Meneer Van de Put is ondernemer. Vanaf het moment dat hij zijn bedrijf in drieën kapt. Ja, en hij gaat met drie hanen, zoals mijn pa zegt, op een mesthoop zitten. Ja, die vechten zich dood. En dat is dus het probleem dat wij als vakbond, simpel gesteld, dat de spoorwegmaatschappij moet één maatschappij zijn waar verschillende mensen verantwoordelijkheden krijgen over bepaalde onderdelen van die maatschappij. Waarom moet de NMBS meerdere bazen hebben? Dat kan niet werken. Het gaat niet alleen over de NMBS natuurlijk. De vakbond leeft hier een klein beetje in het verleden. En natuurlijk moeten we ook altijd opletten. Als de vakbond zoiets zegt, denk je die vooral ook aan zichzelf. Hè? Al die mensen samen in één bedrijf is een groot pakket van mensen. Krijgen daar heel veel geld voor van de NMBS elk jaar. Dus dat is goed. Dat is niet correct. U mag reageren. Ik wil een discussie voeren die correct is. Ja, in het privé is het dus ook dat de patroon dat die werkt, dus dat die syndicale gelden betaalt aan de vakbonden om de syndicale premies uit te betalen. Ja, en bij de NMBS is dat niet anders. Euro per lid. Maar goed. Nee, ja, daar zullen we niet uitgeraken. Ik zou graag over de structuur zelf eventjes hebben. Ja, het is zo vandaag. En vanaf dag 1 dat ik bezig was met het spoor in het parlement, heb ik vastgesteld dat die drieledige structuur, zoals die er vandaag is, gekomen is, specifiek op vraag van de vakbond, om het ene statuut kosten dingen te bewaren. Dat was een politieke beslissing. Dat is een politieke beslissing. Maar goed, daar raken we toch niet uit. Ik zou willen afsluiten met één vraag. Die Vlaamse structuur nu die opgezet wordt, we mogen met een eigen Vlaams spoorplan komen. Krevits heeft dat klaar. Ja. Gaat dat soelaas brengen? Heel kort. Dat kan soelaas brengen vanaf het ogenblik dus dat er gekozen wordt voor de juiste projecten. En nog een keer, ik heb daar dus ook geen probleem mee. Dus, maar een volledige splitsing van de spoorwegen mag dat niet tot gevolg hebben. Ja. Ja, dus als Vlaanderen sommige projecten wil een duw in de rug geven en eigen middelen, laat me maar zeggen, voorschieten aan de federale staat om die projecten te ontwikkelen, dan heb ik daar dus absoluut geen enkel probleem mee. Die strategische spoornota, staat daar iets fundamenteels in voor Limburg? Wel, voor Limburg staat er inderdaad bijvoorbeeld de lijn naar het noorden in, wat een zeer goed alternatief zou zijn voor Spartacus lijn 3. Allee, ik denk het zelfs een betere alternatief. En ik denk ook dat de studies dat een beetje aantonen. Dat staat daarin, maar het probleem is natuurlijk opnieuw. We kunnen wel zeggen en blij zijn van ja, Vlaanderen mag investeren, maar uiteindelijk steekt onze staat 3 miljard per jaar in die spoorweggroep in België. En als het dan niet mogelijk is om binnen dat budget ervoor te zorgen dat Ocharme een lijn waar heel veel mobiliteitsspanning op zit, tussen het noorden en het centrum van Limburg, waar heel veel mobiliteitsspanning op zit, waar een grote vraag is van de markt, waar een grote vraag is van eventuele potentiële reizigers, dat het dan onmogelijk is om daar eens een serieus studie over te doen en effectief de spaden in de grond te steken en die lijn aan te leggen. Laatste woord voor u, heel kort. Maar ik wil hem daarin bijtreden, want 15 jaar geleden hebben we al een studie gemaakt over de lijn 18, met een complex in Houthalen, waaruit gebleken is dus dat het rendabel kan zijn. We moeten inderdaad op sommige momenten moeten we de juiste keuzes maken. En ik denk dus dat een ontsluiting van Limburg, als je wil gebruik maken van Hamond en Weert en verderop, dus dat je inderdaad nood hebt aan die link. Okay, zo simpel is het. Goed. We raken hier wellicht toch niet helemaal uit. Benieuwd of en wanneer de trein der traagheid ophoudt hier in Limburg. Heren, bedankt voor het debat en graag tot morgen, tot een nieuwe Limburg Vandaag. Thank you.